De Casco's zijn gebouwd in China en zijn vorige maand op de Yangtze-rivier vlakbij Shanghai op de Blue Marlin gezet. Dat gaat als volgt. Het transportschip wordt afgezonken, de lading wordt erboven gevaren en dan wordt de Blue Marlin weer leeggepompt. Vervolgens worden de pontons aan het transportschip gelast, want met kabels alleen hou je zo'n lading niet op zijn plaats. Het hele proces neemt bijna 3 dagen in beslag en de reis vanuit China duurt een maand. De Casco's zijn bestemd voor scheepswerf VK in Werkendam. Ja, het bijzondere eraan is inderdaad dat het zo groot is en dat het op zo'n groot transportschip staat. Daarbij is het ook nog zo dat er 2 pontons zijn die naast elkaar liggen. Normaal wat te doen gebruikelijk is dat er hier een ponton gesleept door een zeesleper binnenkomt. Maar nu staat het aan dek van een afzinkbaar schip wat de lading hier komt brengen. Aanstaande dinsdag, zo net na het middaguur, komt het transport hier aan. Als het hier aankomt, dan zal het schip afmeren in het Kallandkanaal. Daar is voldoende diepte voor de Blue Marlin om af te zinken. Met dat afzinken zal onze lading gaan drijven. En op het moment dat dat gebeurt, zullen wij onze lading kunnen verslepen naar de loslocatie. En dat is Mammoet in Schiedam. Daar worden de Casco's van elkaar losgehaald en naar verschillende werven gebracht om afgebouwd te worden. De afnemers zijn rederijen in onder meer Rotterdam en omgeving.